is een temblogger die de zending volgt, de hele reis, om te controleren of dat de juiste temperatuur behouden is. En dan controleren we of de nummers van de donor en acceptor zeker overeenkomen, dat we zeker het juiste product ontvangen hebben. En dat er alles oké is met de zak waar de stamcellen in zitten, dat er nergens een beschadiging is, maar dat ziet er in orde uit. Chemotherapie vernietigt niet alleen de kwaadaardige cellen in het bloed, ook de stamcellen die in het beenmerg zitten en zorgen voor de aanmaak van het bloed worden door de behandeling kapot gemaakt. Een transplantatie met stamcellen van een donor kan hiervoor een levensreddende oplossing zijn. In dit labo worden stamcellen klaargemaakt voor bewaring en transplantatie. Ja, deze stamcellen komen dus uit Duitsland, omdat men hier in België en ook niet in de familie van de patiënt een donor heeft gevonden die genoeg overeenkwam met de patiënt zelf. En daarom gaat men dan wereldwijd zoeken in andere databanken waar er donors zijn met de juiste specificaties. Een speciaal toestel houdt het bloed met de stamcellen in beweging, zodat het niet gaat klonteren. Daarna ondergaat het staal een speciale bewerking waardoor de stamcellen uit het bloed geïsoleerd worden. Deze stamcellen zullen nog dezelfde avond aan de patiënt worden toegediend. Maar ZNA Stuyvenberg beschikt ook over een speciale diepvries waarin stamcellen langdurig bewaard kunnen worden. Dus voor vloeibare stikstof moeten we een speciaal masker opzetten en ook beschermende handschoenen. Want dit heeft een temperatuur. Momenteel staat de diepvriezer op min 185 graden. Stamcellen kunnen hier bewaard blijven tot minstens 5 jaar. En de stamcellen kunnen hier dan nadien uitgehaald worden. We onttooien die in een warm waterbad en dan worden die naar de patiënt gebracht. De Duitse stamcellen worden niet ingevrozen, maar gaan na bewerking onmiddellijk naar de patiënt. Hallo. Goedenavond. Dat zijn de stamcellen van meneer, meneer Van Looy, hè? Wanneer kijken. Maar waar komen die stamcellen? Van Duitsland. En wanneer zijn ze aangekomen hier? Half 4 waren ze hier. En dan heb je ze opgezuiverd? Ja. A-positief. En dat is een Duitse donor. Dat klopt perfect, hè. En dan, dat is een opgezuiverd. Je ziet, dat zijn eigenlijk zuivere stamcellen. Want normaal komt het een roos product aan. Dat zit vol bloedplaatjes en vol rode bloedcellen. En dan hebben ze die eerst op een machine gezet om die rode bloedcellen, die bloedplaatsen eruit te halen. En we gaan dat dus nu gaan aanhangen aan de patiënt. Meneer Van Looy, hallo, goedenavond. We hebben nu stamcellen mee. We gaan er eindelijk aan beginnen. Ja. Wel, die stamcellen die zijn dus nu eigenlijk zoals een bloedtransfusie toegediend in een groot bloedvat. En dan gaan die stamcellen eigenlijk naar het beenmerg. Die stamcellen hebben eigenlijk op hun oppervlakte een ankertje, zoals een boot. En die smijten dat ankertje uit in het beenmerg. Eigenlijk, die kennen het principe van home sweet home. En dan beginnen ze daar te groeien. En de stamcellen, eigenlijk is dat de meest jonge cel die instaat voor de aanmaak van al ons bloed. Voor de rode bloedcellen, voor alle witte bloedcellen en voor de bloedplaatjes. En we verwachten dat dat binnen 10 dagen zo begint op te groeien. Je moet natuurlijk een beetje zaaien voordat je kunt oogsten. Stamceldonatie tot 94 was voor de donor niet zo aangenaam. Dan werden de stamcellen afgenomen via echte puncties in het borstbeen. Maar nu is dat eigenlijk heel simpel. Met een speciale techniek gaat men alleen maar de stamcellen afnemen en in zo'n zakje opvangen. En de patiënt gaat dan na een procedure van ongeveer 2 à 3 uur terug naar huis. Zoals hij gaat bloedplaatjes geven op het Rode Kruis, dat is juist hetzelfde. En dat is levensreddend voor u en voor andere mensen. Het gaat goed, hè, de transplantatie. Het is eigenlijk al gebeurd. Je lacht al terug, hè? Ja.